best wel een zure avond lijkt me dit. Ja, aan de ene kant is de teleurstelling aanwezig dat je de wedstrijd niet wint en over de streep trekt. Maar ja, aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat we de tweede helft wel erg lastig hadden. En veel corners, veel flankenballen dat we tegenkrijgen. Dus we hadden het in de tweede helft zeker wel lastig. Maar ja, al met al natuurlijk wel gewoon zuur dat je hem eigenlijk nog weggeeft. Ik denk dat 1-1 dan een goede afspiegeling is ook van de wedstrijd? Ja, goed. Misschien wel. Maar aan de andere kant hebben we in de eerste helft nog een afgekeurde goal. Wat eigenlijk een discutabel moment is. Die je ook gewoon kan goedkeuren naar mijn mening, wat ik zo een beetje gehoord heb. Moet hij goedgekeurd worden volgens jou? Ja, nou ja, ik denk van wel. Michael die maakt gewoon een goede actie, goede aanname naar links. En ja goed, Prupper, ik dacht in het veld dat hij uitgleed. Nou goed, nu schijnt om een minimaal aanraking te gaan. En daarin zit het op dat moment eventjes niet mee. En ja, tweede helft maken we het onszelf wel eigenlijk lastig. Wat hebben jullie na aanloop van deze wedstrijd veranderd dat het zo lekker liep de eerste helft? We gingen met 4 achterop spelen. Waarin je toch wel ziet op het moment dat je in de aanvalsfase komt dat je eigenlijk wel meer mensen ook voorin hebt. Dus ik denk dat we dat in de eerste helft met vlagen behoorlijk gedaan hebben. We ook wel fasen gehad in de eerste helft waarin het wel moeilijk hadden. Zeker aan onze rechterkant, hun linkerkant. Waarin we niet goed grip erop kregen. Is die 4 man achterin iets wat je moet houden volgens jou? Nou, ik denk dat je ook moet kijken naar de tegenstander. Dus ja, dat is voor deze wedstrijd vond ik dat het een goede uitgangspositie was. Nee. En dat het een goede manier was om Twente te bestrijden. En in tweede helft heb je het eigenlijk gewoon een stuk lastiger. En krijg je de 1-1 tegen. En daarna hoop je eigenlijk dat je nog die winnende kan maken. Dan gaan misschien ook veel mannen naar voren nog in de laatste fase. Maar goed. Die gelijk maken van Twente, wat gebeurde daar? Leek een misverstand tussen jou en Peter Leeuwenburg? Het was niet zozeer misverstand vanuit hem. Alleen ja, ik schat eigenlijk die bal niet goed in. Ik wilde hem afschermen zodat Peter hem kon pakken. En dat we eigenlijk eventjes op dat moment gewoon wat rust konden hebben. Want het was heel veel voorzetten, heel veel corners, heel veel ingooien rond ons 16. Maar ja goed, ik schat eigenlijk die bal snelheid verkeerd in. En de tegenstander komt er net met een puntje tussen. Snakken jullie nu naar een overwinning? Want na 8 wedstrijden sta je dan nu met 5 punten of 6 punten, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk. Alleen we proberen wel ook uit dit soort wedstrijden ook wel de goede dingen te halen. Je moet toch op een bepaalde manier het vertrouwen weten te houden. Ik denk wel dat we ook vandaag een hoop goede dingen gedaan hebben. En wat ongelukkig waren met de afgekeurde goals. Kijk, op het moment dat je die maakt of die worden goedgekeurd, dan valt de wedstrijd jouw kant op. En dan is de kans in ieder geval groter dat je die wedstrijd gaat winnen. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook nog dingen die we moeten verbeteren. En daar zijn we ook scherp op met z'n allen. Ja, nu interlandperiode, wat is dat fijn? Denk je van, joh, ik wil eigenlijk wel door? Of denk je van, we hebben nu even de tijd om misschien wat meer systematen dingen in te bouwen? Ja, een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je natuurlijk zo snel mogelijk sportief revancheren. Zeker omdat je ook wel gewoon wedstrijden wil gaan winnen. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook wel goed is om nog zeker binnen een team te werken aan bepaalde automatismes. Dus dat valt voorbij dat te zeggen. Top, thanks. Oké, maar. Succes, man.